We zijn hier vandaag bij de TFAF in Maastricht, de grootste wereldkunst-antiekbeurs. En we gaan kijken of de bezoekers hier iets te besteden hebben. We zijn inmiddels in de hal van de TFAF en we gaan op zoek naar een van de duurste schilderijen hier op de beurs. Run from, you know, several thousand euros all the way to millions. 50.000 euro tot 4,8 miljoen euro. We hebben nu 35 schilderijen verkocht en zelfs de 4,8 miljoen euro. Dat zal ik wel verkopen, maar waarschijnlijk na de beurs aan het museum. U bent hier vandaag op de TFAF. Bent u hier alleen voor te kijken of ook om te kopen? Ik ben net binnen, dus ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Maar de optie zit er wel in, als u iets moois ziet. Ja, om, zeker, ja. Zou ik ook mogen vragen wat voor een budget u... Dat mag ik niet vragen. But the people, they are more here to look at the paintings, or they do they buy pictures as well? I think it's a very nice balance. People certainly come here with collecting in mind, searching out specific artists that they, you know, are particularly enthusiastic about, but it's also nice to see younger people coming who don't necessarily have the money to be buying. U bent zelf ook geïnteresseerd in kunst? Ja. Dus naast uw werk kijkt u zelf ook rond voor een mooi schilderijtje? Nou, als ik me zou kunnen veroorloven met dit werk, dan was dat wel... Dus dit is het begin eigenlijk? Ja, ik ben student hier in Maastricht en ik werk hier alleen in de weekenden. En de andere dagen ben ik hier gewoon als gast geweest. Dus dat geeft aan dat het interessant is om hier rond te lopen. En, maar als je rondkijkt naar de andere bezoekers, dan heb je zo'n idee van nou, daar wil ik ook wel bij horen? Hangt vanaf waar je kijkt, maar over het algemeen wel. En als ik nu zelf een klant zou zijn en ik zou een dergelijk schilderij willen kopen, hoe gaat het dan in zijn werk? Kan ik dat direct meenemen of heeft u een speciaal beleid voor dat naar de klant toe te brengen? Nou, als er een schilderij gekocht wordt, dan maken we de afspraak dat het dus verkocht is en dan komen wij het afleveren, waar ook in de wereld. En dat moet geschreven worden en dat heeft douane technisch, moet het allemaal afgehandeld worden. Dus dat duurt dan een paar weken voordat het bij de mensen thuis is. Het is zeker druk bij Cartier de hele week al, maar zeker de weekenden zijn toch wel de piekdagen, om zo te zeggen. Ik zie hier een hele hoop mensen voor staan. Waarvoor is dat? Wij presenteren bij Cartier de Star of the South, een diamant van ruim 128 karaat. En toch om iedereen de gelegenheid te geven om de diamant daadwerkelijk te zien, laten wij groepsgewijs de mensen naar binnen. Zodat men dus echt inderdaad kan genieten van deze steen. Het is een uniek moment dat men deze kan zien. En als we het vol zouden laten lopen, dan wordt het echt te druk. We hebben nu rondgekeken op de TFAF en het zijn vooral toch de rich en wealthy die hier aanwezig is. Maar ook de kunstliefhebber en de student komt hier even kijken om te genieten van de kunst die normaal onbetaalbaar is. Ik hoop dat u heeft genoten van de TFAF en ik hoop dat u ook eventueel het volgend jaar erbij kunt zijn.